Welkom. Welkom in een van de appartementen van de Leihoeve. Er wordt nog druk gebouwd aan de Leihoeve. Geen bejaardenhuis, maar een plek waar zorgbehoevende ouderen veilig kunnen wonen. Daarvoor zit het gebouw vol met technologische snufjes, maar die zijn allemaal verstopt. Het moet voelen als een gewoon huis. Wat we hier hebben gedaan is een plint. Aan de onderkant ziet u hier een hele brede plint. En alle techniek is hierachter verwerkt. En oma merkt daar helemaal niets van. Een slim horloge om de pols is genoeg om haar veiligheid te garanderen. Stel u valt. Op het moment dat u valt, krijgt u onmiddellijk een spreekluisterverbinding met onze zusterpost. Op het moment dat u niks zegt, dan gaan we vanuit dat het heel ernstig is, komen we altijd. Via track and trace kunnen wij dus exact zien waar u bent. Bent u gevallen in het restaurant, bent u gevallen in het Leipark of bent u gevallen in uw woning. Wij weten waar u bent en wij komen u helpen. Stel nou dat je op den duur moeilijker kunt lopen of moeilijker kunt bewegen. Nou, daar is aan gedacht, want kijk maar eens naar het plafond. Daar is al een rails ingebouwd, zodat als je hier dan echt ligt en je kunt moeilijk uit bed komen, dan kun je gewoon zo opgetild worden en dan rij je zo de badkamer in. Ouderen hoeven niet bang te zijn dat ze vereenzamen. De hele stad is welkom in de Leihoeve. Dit is eigenlijk de allerbelangrijkste ruimte om Tilburg naar binnen te trekken. Dit is een plek van ontmoeten. Dit is een plek waar we dus ook een tafel hebben waar mensen elkaar echt kunnen ontmoeten. Mensen uit Tilburg, maar mensen ook uit de Leihoeve. Zoveel mogelijk interactie tussen mensen onderling. Aan al die luxe zit wel een prijskaartje. Huurprijzen liggen vrijwel allemaal ver boven de 1000 euro. Voordat huurders er überhaupt in kunnen, moeten deze mannen natuurlijk nog de laatste puntjes op de i zetten.